Hoi, ik ben Floris. Ik ben Constanze. En wij gaan de meest gestelde dierenvragen voor jullie vandaag beantwoorden. En we doen het over de... Gorilla's, de grootste en sterkste van alle apen. En jij bent de gorilla-expert, hè? Ja, ik ben een van de biologen hier in ons park. En ik heb al heel lang gorilla's bestudeerd. Sinds? Hoe oud was je toen? Een jaar of 8. Dus dat is al best wat jaartjes geleden. Dan weet je een hele hoop. Laten we starten. Nou, we gaan gewoon gelijk beginnen. Welke, wat, waar? Welke landen leven gorilla's? Gorilla's leven in Afrika. En dan de grootste populatie gorilla's heb je in West-Afrika. Aan welke landen denk je daar? Tanzania? Nee, dat is Oost-Afrika. Oh, nee, ik zit niet zo goed in de topo. Cameroen, Gabon, Congo. Dat zijn eigenlijk landen waar heel veel gorilla's voorkomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dan hebben we nog gorilla's in Oost-Afrika. En die zitten in een heel klein stukje. In drie landenhoek van Rwanda, Oeganda en Democratische Republiek Congo. Dus een paar landen in Afrika. Mooi. Welke soorten gorilla zijn er? Twee soorten. En ik heb het een beetje aan met het verspreidingsgebied eigenlijk duidelijk gemaakt. Je hebt de westelijke gorilla's en de oostelijke gorilla's. Elke soort heeft dan weer twee ondersoorten. En die zijn? Van de oostelijke gorilla is er eentje heel bekend. Ik denk dat die veel mensen thuis ook kennen, namelijk de berggorilla. Dus de berggorilla is niet echt officieel een soort gorilla, maar een ondersoort van de oostelijke gorilla. De berggorilla en de oostelijke laaglandgorilla. En dan hebben we de westelijke laaglandgorilla en de Cross River gorilla. Je weet echt ongelooflijk veel, dat is niet normaal. Dat is niet zo'n moeilijke vraag nog, we kijken of het nog moeilijker wordt. Ja. Welke dieren eten gorilla? Kan twee kanten op, hè. Een gorilla is eigenlijk een vegetariër. De gorilla zelf eet dus bijna geen dieren. Af en toe een slakje of een kevertje of een pissebed als die ergens op zijn eten zit. En welke dieren lusten gorilla's om op te eten? Dat zijn ook niet zo heel veel. Want gorilla's zijn zo groot dat ze weinig vijanden hebben, sluippaarden. Maar over het algemeen niet. Gorilla heeft een rustig leventje, heeft niet zoveel te vrezen. En welke vijanden hebben gorilla? Eigenlijk een beetje hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Want nou ja, we moeten de dieren die gorilla's eten misschien wat breder trekken, want mensen eten gorilla's. Ja, dat heb ik gezien inderdaad, ja. Ja, bushmeat, dus dat eten van dieren uit de natuur is ook in Afrika echt een heel groot probleem. Dus de grootste vijand van gorilla's is de mens. En dat heeft met leefgebiedvernietiging te maken, maar ook dat echt opgejaagd wordt. En voor de rest dus heel af en toe een luipaard. En laten we niet vergeten dat heel veel grote dieren doodgaan aan ziektes. Dus als je dan parasieten denkt, virussen, bacteriën. Dat zijn ook natuurlijke vijanden. Ja, moeten we ook niet vergeten. Wat eten gorilla's? Hangt er een beetje vanaf welke gorilla's het zijn. In de natuur eet een westelijke gorilla graag vruchten. En ik laat je maar niet Afrikaanse vruchten optellen, want dat is heel lastig. Het zijn dus niet bananen en appels, maar echt die vruchten die in oerwoud groeien. Die zijn vaak vrij bitter en vrij klein en helemaal niet zo zoet als bij ons de sinaasappels of de peren. En als dat er niet is, dan gaan ze naar bladeren en scheuten en stengels en wortels. En de oostelijke gorilla's die eten altijd meer groen spul. Het is ook werkelijk een rustig leventje, want die hoeven dus niet kilometers per dag te lopen om hun eten bij elkaar te scharrelen. Ze zitten eigenlijk in een kom sla in het regenwoud en eten daar wat bladeren, wat wilde selderij, wat stengels. Gewoon alsof je woont in de supermarkt. Nou, eigenlijk wel. Je strekt je arm uit en je hebt alweer wat in je hand om te kunnen eten. En ik denk dat ook heel veel mensen denken dat ze heel veel bananen eten, is dat zo? Van nature komt banaan alleen maar voor in Azië. En dat de gorilla in Afrika leeft, laat je al zien dat het eigenlijk niet een natuurlijk eten is voor gorilla om bananen te eten. Ze vinden het wel lekker. Waar slapen gorilla's? Wat denk je? Ik weet het. Vertel. Ze maken nesten in de bomen. Ja, meestal. Tenzij je een mannetje bent van 180 kilo, want dan ben je een beetje zwaar. Dan maak je nest meestal op de grond. Maar ze maken nesten van bladeren en takken, dat klopt helemaal. Ze maken elke nacht een nieuwe, dus ze kruipen niet weer in datzelfde bed en denken van nou, ik heb toch hier al een fijn matrasje van bladeren gemaakt. En als het heel goed weer is en niet regenseizoen en het is alleen maar een siesta om even kort te slapen, dan zijn ze soms te lui om een bed te maken. Hé, is klaar. Meer vragen? Nou, ik hoop dat ik net zo goed kan als jij, want het is niet normaal dit. De volgende vragen. Hoe groot zijn gorilla's? Hoe groot zijn gorilla's? Nou, ze kunnen best wel heel groot worden. Ze kunnen zelfs bijna even groot worden als een volwassen mens. En ook heel zwaar en heel sterk. Maar ja, als ik moet aanmeten, ik denk ze lopen veel op hun knokkels. Maar als ze rechtop zouden staan, denk ik zeker dat ze 2 meter
aan kunnen tikken. Als een mannetje de knieën doorstrekt, dan is dit tussen 1,90 en 2 meter. Maar meestal kunnen ze dat niet zo heel goed. Dan staan ze een beetje, als ze rechtop staan, alsnog met, dan zijn ze rond 1,70 en 80. Hoe? Oh, dit is de moeilijkste vraag, denk ik, die je kunt stellen. Ik weet het wel. Nou, vertel. Ze zijn echt enorm sterk, maar ze hebben een bijtkracht van 900 pounds per square inch. Ik vind het allemaal zo lastig vergelijkbaar, hè? Nou, bijvoorbeeld een ijsbeer heeft er 1000. Oh ja. Een nijlkrokodil 5000. Ja. Maar wij mensen 100. Ja, we hebben niet zo toffe tanden. 9 keer zo sterke kaken als dat wij hebben. En qua spieren zijn ze ook bizar. Ja. Dus die zouden zo een auto om kunnen rollen. Een gezonde gorilla heeft weinig vet en heel veel spieren. En dat is ooit echt wel 100 jaar geleden een experiment gedaan in een circus. Daar hebben ze een circusgorilla. Gelukkig zijn die dan niet meer. Tegen mannen laten touwtrekken. En volgens mij was die sterker dan 12 of 14 mannen. Ja. Ja. Daar zit heel veel kracht in. Hoe oud gorilla? Korte gorilla, denk ik. Ik zou denken rond de... Toen ze gokje. 30, 40 jaar? Nou, heel goed gegokt. 40 jaar is voor gorilla in de natuur een prima leeftijd. De alleroudste in dierentuinen op dit moment wereldwijd is een vrouwtje die is bijna 60. Nee. Maar die zal in de natuur nooit nog een kans hebben. Oeh, een leuke vraag voor jou. Hoe paren gorilla's? Maar in detail, hè? Ja, ik ga je even een kleine biologieles even geven. Ja, tuurlijk. Ja. Voor de kijkers thuis. Nou, jij bent de expert. Zo gaat dat. Nee, ik denk, het gaat redelijk hetzelfde als bij de mensen. Alleen het alfamannetje, de grootste man, die gaat eigenlijk over alle vrouwtjes. En de iets lagere rangen mannetjes, die moeten vaak het zelfs bijna met elkaar gaan doen. Omdat die mogen niet de vrouwtjes hebben. Nou, ik geef toch even de feministische repliek van het geheel. De vrouwtjes kiezen namelijk wie ze willen paren in eerste instantie. En meestal, is dat niet de grootste dan? Nou, in een gorillagroep heb je meestal maar één echt volwassen mannetje. En nu komt het, is altijd het vrouwtje dat zegt van nu heb ik zin. Wil je met mij paren? Nu heb ik zin. En dan gaat ze echt voor dat mannetje liggen. En de paring is niet heel spannend eigenlijk. Hoe heet een groep gorilla's? Dat is meer een taalkundige vraag. Ik weet het wel, maar ik kan er niet op komen. Nou, het is geen kudde. Het is geen zwerm. Ik zou gewoon zeggen familie. Familie? Ja. Een groep is een groep. Bij een aap hebben eigenlijk een groep. En ik denk aan familie. Alleen wij denken heel vaak bij familie aan twee volwassen partners. Standaard één man en vrouw en de kinderen. En bij gorilla's is dus vaak één mannetje en 3, 4, 5 vrouwen en hun kinderen. Dus een wat ruimere familie. Een haremgroep. Ja, een haremachtig iets, ja. Hoe snel zijn gorilla's? Nou, ze zijn zwaar en ze zijn sterk, maar zijn ze ook snel? Ze zijn zeker snel, maar ze gaan eigenlijk altijd op handen en voeten. Ja. Eigenlijk op hun knokkels rennen ze. Ik heb er nog nooit naast gefietst of nog nooit naast gerend, dus ik weet niet precies. Maar ik zou denken rond de 20, 25 kilometer per uur. Volgens mij kunnen ze topsnelheden tot 30 ook wel bereiken. Dus dat is dan kun je al meedoen aan de Europese kampioenschappen sprinten. Hoe? Veel gorilla's? Leven in het wild. In het wild. Ja, weet jij dus het inschatting is. Ja, ik weet het wel wat de meest recente inschatting is. Het is super belangrijk om bij bedreigde diersoorten te weten hoeveel er eigenlijk zijn. Bij berggorilla's zijn we net boven de 1000. Het is eigenlijk super weinig als er nagaat. 1000? 1000. 1000. Minder dan 1100. Lichtpuntje. Eind jaren 70 waren dat er 242. Toen hadden ze echt allemaal uitgeteld. Dus het is weer meer aan het worden. Het is alleen nog steeds heel weinig, maar het is wel meer aan het worden. De westelijke gorilla's zijn er nog rond de 300.000. Maar die zitten in een veel groter gebied, dus lastig. Ja, er zijn meer Amsterdammers dan gorilla's op aarde. Dat is niet veel. Oh, waarom vragen? Waarom slaan gorilla's op hun borst? Zo'n waarom vraag heeft heel veel antwoorden. En wat willen daarmee bewerkstelligen? Het is een uitdaging om te spelen en imponeren. Dus een heel boze gorilla man die doet dat om een vijand weg te jagen of een andere groep, een ander mannetje ergens op afstand te houden. En vrouwtjes en kinderen doen dat meer omdat ze zin hebben om te spelen of omdat ze een beetje opgewonden zijn of geagiteerd. Oh, ik pak hem even. Jij hebt het, pak hem. Waarom is een gorilla zo sterk? Zie je, waarom vraag ik? Zeg het toch, ze zijn echt ellendig zijn ze. De spieropbouw is anders en daardoor zijn ze sterker. Ze hebben ook meer spiermassa. En waarom ze nou echt zo sterk zijn? Vooral de mannetjes zijn heel sterk. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat ze een harem leven. En dat er gigantisch veel concurrentie van de mannetjes onderling is. Dus die mannetjes moeten gewoon groot en stoer zijn en interessant doen om de vrouwtjes over te halen om in groep te blijven. Waarom jacht
op gorilla? In eerste instantie omdat er veel vlees in zit en aan zit. Vroeger werden gorilla's ook bejaagd voor trofeeën. Dus er werden schedels verkocht en de handen als asbakken. Dat kunnen we maar niet meer voorstellen. Ja. Tot ongeveer halverwege vorige eeuw werden ook gorilla's gejaagd om de kleintjes te kunnen verkopen. En nu wordt het veel op gejaagd, met name voor het vlees. Helaas nog steeds. Waarom is de gorilla bedreigd? Nou, de jacht. Het leefgebied wordt vernietigd, voor houtkap met name. Waarom is het nog bedreigd? Daar doen we niet zo heel veel aan, maar ziektes. Dus ebola bijvoorbeeld en allerlei nare ziektes die mensen kunnen krijgen, kunnen gorilla's ook krijgen. Duidelijk. Waarom zijn gorilla's volwassen? Wanneer zijn gorilla's volwassen? Ik dacht, waarom, wanneer? Ik zou niet precies weten wanneer ze volwassen zijn, maar ja, wanneer ze uit de puberteit zijn en kinderen kunnen krijgen na hun derde levensjaar. Ach, maar nee! Nee! Is niet waar? Nee! Wat dan? Gorilla's groeien ongeveer 2 keer zo snel als mensen. Wat betekent dat die meisjes met ongeveer 8 jaar volwassen zijn en de mannetjes doen er een beetje langer over. Die hebben nog een soort groeispurt en tweede puberteit. Dat hebben mensenmannen eigenlijk ook. Met 8 jaar is een gorilla mannetje nog steeds 100 kilo, maar moet 120, 140, 160, 180 worden. Dus dat heeft nog wat jaren nodig en een mannetje is dus ongeveer klaar met 12 tot 13 jaar. Dus toch een stukje later. Jongen, ik heb zweethanden voor de volgende vraag. Wanneer wordt een gorilla een... Zilverrug. Oh, ze zijn maar heel goed opgeplakt, die vragen. Zilverrug, dat komt eigenlijk van het feit dat die hele grote mannetjes, naast dat ze zwart zijn, ook een beetje een zilveren, grijze rug krijgen. Dus alleen de echt grote, met name altijd mannetjes, dat zijn zilverruggen. En dat zijn gewoon hormonen, secundaire geslachtskenmerken. En dat gaat heel erg daarmee samen. Een mannetje tussen 8 en 12, die noemen we een zwarte rug, die krijgt langzaam meer spieren en een brede rug en mooie schouders. Maar heeft nog geen zilvergrijze rug. En tussen 12 en 14 krijgen ze zilvergrijze rug. Wanneer is de gorilla ontstaan? Ha, ook een leuke vraag. Evolutie. Evolutie? Ik weet niet hoe lang geleden dat is, maar een hele, hele, hele lange tijd geleden. Echt miljoenen. Nou, meer dan 6 miljoen jaar zo uit mijn hoofd. Waarom slaan gorilla's op een borst? Die hebben we gehad. Nou, dat weet ik. Nee, ja, daar hebben we het net over gehad, inderdaad. Ja. Een synoniem. Synoniem voor gorilla. Ja, zilverrug, maar... Nou, dat is alleen maar de mannetje die... Weet je wat ik denk hier? Maar ik weet niet zeker wat die vraag op internet bedoeld was zo. We noemen gorilla's soms ook de oppassers voor een discotheek of voor een kroeg of zo. Andersom. De security heet toch ook wel eens een gorilla? Maar dat is geen synoniem. Voor het dier denk ik niet dat een tweede naam is. Gorilla's, zijn ze gevaarlijk voor mensen? Als je normaal ermee omgaat en op afstand blijft, zullen ze jou echt niet zomaar gaan aanvallen. En zullen ze echt niet uit zijn om jou te gaan vermoorden. Maar als je er te dichtbij komt, ze staan je niet aan, dan zijn ze zeker sterk genoeg om je... Ja. Pijn te doen. Ze zijn zeker sterk genoeg om meer pijn te doen, maar inderdaad, dit is meer verdediging. Ja. Dus als jij probeert in een gebonden bos wandelt en je hebt gelukkig... Ja, die gorilla's zijn best schuw. Dus het is echt niet makkelijk om een groep gorilla's in de natuur te zien. Dat zijn echt soms de toeristengroepen die gewend zijn aan mensen die relaxed in de omgang met mensen zijn. Kijk, meestal worden ze bejaagd, dus die wachten echt niet tot je heel dichtbij komt. Mocht je dicht bij een gorillagroep komen en je probeert een gorillakleuter even op te tillen, dan gaan mama en papa zeggen, dit vind ik niet zo'n goed plan, jongeman. En dan gaan ze een map verkopen. Ja. En daar ben je niet tegen opgewassen. Gorillas als huisdier. Totaal geen goed idee. Ja, eigenlijk net zoals met alle extreem wilde dieren, zoals een gorilla of een olifant of een nijlpaard. Geen huisdieren, ook niet als je een grote tuin hebt. Lekker in het wild laten en daar. Nog sterker, het is wettelijk verboden. In Nederland mag je bijna alle dieren als huisdier houden. Maar apen mag je niet als huisdier houden. Dat was hem. Nou, we hebben de gorilla's doorbesproken. Ja, dankjewel voor dit allemaal. Graag gedaan. Vond je het nou een leuke video en heb je nou wat geleerd? Vergeet er niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. En dan zien we jullie gewoon weer volgende week. Heb je nog een creatieve gorilla vraag? Mag je die gewoon bijzetten? Die gaan we ook beantwoorden. Precies. Later.